Alright boys, we zijn er weer. Gloednieuwe video vandaag. Het is fucking koud. En jullie denken nu vast, is hij weer al alleen? Of waar zijn Willem en Sander nu weer naartoe? Ik ben vandaag niet alleen, maar ik ben met iemand anders. Zoals jullie misschien al door hebben gehad, is er een nieuwe teamrijder uitgekozen. En als jij goed naar onze YouTube video's hebt gekeken, weet je dat wij er dan aankondigen in onze YouTube video. En toen bij Willem had ik ook een pakketje bij. Want als je gesponsord wordt, krijg je altijd een aantal spulletjes om het merk te promoten natuurlijk. Die zitten hier allemaal in. Maar nu komt de vraag, wie is dit? Eerst gaan jullie even nu naar de comments en eerlijk zijn dat je niet verder hebt gekeken en gewoon eens een gokje doen wie jullie dachten. Nu het moment van onze nieuwe teamrijder is de strijder, yes. Siebe van Ginneken. Hallo. Jullie hebben hem sowieso al eens gezien. Waarom wij Siebe hebben gekozen? Ten eerste, Siebe is er altijd vanaf het begin al bij geweest. De eerste trui heeft hij zelfs nog waar die baby op stond van Spray Design. Dus dat is echt vanaf het begin. Daarnaast heeft hij nooit echt iemand anders gepromoot. Daarnaast, hij woont super dichtbij. Ook handig voor andere teamrijders te connecten en gewoon de band te vergroten. Hij helpt daarnaast ook mee met de lessen in Lommel en tijdens de SD-kampen die in de zomervakantie doorgaan in Lommel. Daarnaast, voor deze video, de YouTube game. Jullie hebben hem vast ook al eens zien voorbij komen. En dat is natuurlijk gewoon een super goede combinatie. Ook met de andere rijders, de teamrijders. Heb je hem opgekregen? Ik kijk die niet op. De shirtjes, die hebben jullie waarschijnlijk al voorbij te komen. Daarnaast setje wielen, stickers. Ik heb ook 1000 flyers erin gedaan. Griptapes 2, 3, min 2. Dus, wij gaan vandaag naar Area 51. We gaan nu er naartoe, filmen zo verder. Trouwens, ik wou Game of Ed doen. En misschien met Renzo, want Jordi is er ook bij en gewoon met Palma. Alright, let's go. Ik heb het shirtje nu aan, jongens. Ik heb wel schrik, mensen. Ga hem toch doen, cash roll. Alright, kom op, man. Yo, what the fuck, man? Gast, je was fiets goed. 5 minutes later. Ja, ik zweer, ik voelde dat echt. Was hij jouw step? Nee, ik voelde dat echt in mijn been. Hij had hem wel echt close, jongen. Als je die clip terugkijkt, dan zie je dat je gewoon landt, maar die klap is gewoon zo hard, ja, dat je een beetje flat landt, dat je het niet kon houden. Hi boys, zijn hier met Davy Sanders, Jordi Ilians, de OG. Ik heb een schipper Siebe achter de camping. Ja, toch. En we gaan vandaag Game of Ed doen. Degene die dat niet kennen, starten met een trick, de volgende doet de trick erbij, steeds meer. En dan moet je eigenlijk al de tricks onthouden en achter elkaar doen, zonder je voetje op de grond te zetten. Lukt dat niet, ben je af en wie als laatste overblijft, wint. Zeer weer. Daar kom. Daar, voel. 1, 2, 3, 4. Ah, ik begin makkelijk, hè. Oké, whipspine. Whipspine. Alright. Op TikTok. Dankjewel voor de panda. Whipspine. We gaan echt moeite hebben met onthouden. Daar gaat het moeilijkste zijn. Willen jullie de ziekste walruit van de Benelux zien? Dan kunnen we het kei filmen. Ja, hoor je wel. Pak. Jij bent twee. Whipspike. Bam. Draai. Oh nee. Bam. Draai. Ja, we hebben twee. Het is een duurt nu in een try. Oh, yeah.
twee, hè? Wij twee, hè? Wij twee. Jullie kunnen nu in de TikTok live komen. Ik ga gewoon echt rustig rijden. Ik had dit nooit verwacht. Ik dacht ik ga keihard verliezen. Gewoon als nieuw. Ja? Ik ben gewoon eindelijk top, jongens. Winnaar K2 ronde. Ik ben laatste, gast. Eerste, tweede, derde. Vierde. Morgen! Snap je, dat is duurzamer. Yo! Zoals Willem had gezegd. Dan zien we jullie bij de volgende video. Like en abonneren. Doei.